Terwijl de wereld draait door gisteren zijn en haar laatste, nogal emotionele uitzending beleefde, kreeg Matis van Nieuwkerk even later een cadeautje, de tv-kantine stond in het teken van DWDD. En hoe? Kijkers zijn lyrisch over de Oké, okay? niet over elke imitatie, dat moet gezegd worden, maar de vele reacties op Twitter wijzen op de geniale imitatie van Matis van Nieuwkerk zelf, gespeeld door acteur Maarten Heijmaans, een vaste tafelheer Maart-Marie Huijbrugs. Gespeeld door Carlo Boshaart. Aan tafel zaten onder meer Splintergaard Boot, Buddy Vedder, Sonja Barend, Ilse Waringa en Angela de Jong, Irene Moors. Maar vooral maakt Marie Matis Stalen de show. Die Matis van Nieuwkerk imitatie in de TV-kantine is echt eng goed. Vindt kijker Rijlwind bijvoorbeeld. Jezus wat wordt Maak Marie goed gepersifleerd, vindt een ander. Met goed ontvangen imitaties van Martien Meiland ging de persiflage show een aantal weken terug knallend van start. Ondertussen blijft ook imitatie Godin Elise schaap de show stelen. En of het door de corona thuiszitters komt of niet, dat zullen we nooit weten, de tv-kantine gaat ook qua kijkcijfers erg lekker. Er zaten gisteren ruim 1 miljoen kijkers voor de puis. Zo onderzocht Stichting Kijkonderzoek. Lekker hoor.